Als Harm-Jan de foto van Astrid al die maanden terug voorbij ziet komen, weet hij meteen dat ze het dekseltje op zijn kruidenpotje is. Hoewel het tijdens de opnames niet altijd duidelijk is en het tweetal vaak ruzie maakt, maken ze het toch steeds weer goed. Zo goed zelfs dat Harm-Jan tijdens de opnames een kusje weet te stelen. De kijkers zien niets van de zogenaamde zoenpartij, maar wel worden ze getrakteerd op een pittige ruzie tussen de twee waarin Astrid haar grenzen duidelijk maakt en aangeeft dat er enkel een omhelzing heeft plaatsgevonden. Nu blijkt dat Harm-Jan de situatie helemaal niet aangedikt heeft. Ik moest me wel een klein beetje laten gebruiken voor het programma, onthult hij. We hadden gezoend en dat zouden we voor onszelf houden, maar ik had me voor de camera laten uitlokken.